Richard, welkom in Venlo. Ja, dankjewel. Hoe blij ben je om hier te zijn? Ja, ik ben natuurlijk erg blij. En ik ben echt blij dat we hebben dit gemaakt, deze keuze en deze overstap. En ja, ik kan niet wachten hier te spelen. Moest je lang nadenken toen VVV zich meldde? Nee, ik had echt goede indruk ook van de trainer en van zeg maar de directie hier. En, dus ik was echt blij ook van die gesprek. Dus dat was niet zo moeilijk te nadenken of zoiets. Dus het was op zich een makkelijke keus. Was je nu ook echt toe aan een eerste elftal nadat je bij Jong AZ hebt gespeeld? Ja, tuurlijk. Kijk, bij AZ was het een beetje moeilijk die stap maken naar één. Maar ja, ik had het gevoel dat ik moet zeg maar, die stap naar de eerste elftal maken. En daarom ben ik blij dat VVV was gemeld. En ik ben nu hier en kan niet wachten hier spelen voor play-offs en voor supporters en alle dingen rond. Vind ik echt top hier. Je bent net aangekomen hier. Ja. Je hebt een rolleiding gekregen van Lucas Sima, ja. Andere Tsjech. Ken je hem al voordat je hier kwam? Ja, maar alleen maar van appen. We hebben nooit, omdat hij is iets ouder, dus wij hebben nooit tegen elkaar gespeeld. Maar wij zijn echt vaak naar appen. En ook toen we hier hebben gespeeld, heb ik met hem gesproken. En twee wedstrijden geleden tegen VVV weer met hem gesproken. En ja, maar ik ben echt blij dat hij is hier. Het is altijd leuk met iemand Tsjechisch praten. En is altijd die band zeg maar snel sterk en dus ik ben wel blij dat wij zijn hier samen. Je hebt al eerder hier in de crew gespeeld met Ja. Jong AZ. Hoe was dat toen? Ja, toen was het nog met supporters en ik moet zeggen dat die wedstrijd was echt top. Die supporters 90 minuten lang schreeuwen en achter die team staan, ja, dat vind ik echt geweldig. Wat kunnen zij van jou verwachten als speler? Ja. Van mij kan verwachten echt veel energie en drive en ik wil altijd winnen. En dat is echt belangrijk en daarom ben ik blij dat ik ben hier nu. En dan ga ik helpen VVV naar de play-offs brengen. De trainer zei al dat je een multifunctionele speler bent. Ja. Welke posities kun je uit de voeten? Ja, bijna alles. Alleen keeper niet, denk ik. Nee, grapje. Ik denk dat zeg maar, mijn positie zijn op rechtsback of middenveld. Maar ik heb ook op de linkerkant gespeeld. En kan ik ook rechtsbuiten op 10 spelen. Dus, maar zeg maar, eerste en tweede optie zijn denk ik rechtsback of middenveld. Wat wil je hier gaan bereiken voor jezelf? Ja, ik wil zeker stappen maken. Eerst doel is natuurlijk play-off spelen. Omdat dan kan iedereen laten zien van onze team. Wat voor spelers zijn we? Wat voor team zijn we? En ik denk dat Venlo moet snel terug naar Eredivisie. En dus dat is natuurlijk doel nummer 1. En natuurlijk wil ik gewoon beter speler worden. En volwassenen speler worden. En daarom vind ik Venlo een goede club voor mij.